vooruitstrevende hervormingspartij VHP gaat alleen de verkiezingen van 25 mei in. Van mei 2025 in. Dat werd duidelijk op een zaterdag gehouden partijbijeenkomst. Volgens VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi is de eindbestemming naar een betere toekomst reeds in zicht. Suriname is gered. Santokhi meent dat met een goed uitgezet beleid er de afgelopen periode is gewerkt aan het herstel van Suriname, stabiliseren van de koers en het aanvullen van de internationale kasreserve. Hiermee heeft de VHP bewezen te willen werken voor het land met de nodige kennis. Ook zegt Santokhi dat er de komende periode verder zal worden gewerkt aan de uitvoering van projecten om Suriname te blijven opbouwen. A financiële stabiliteit, a koersstabiliteit, a inflatie gaat omlaag, de internationale reserve is toegenomen. Maar meer nog, dat er vertrouwen is ontstaan en vertrouwen is hersteld en weer hoop is ontstaan in onze samenleving. Er zijn zaken die bijzonder belangrijk zijn als je land wenst te ontwikkelen. En we hebben dat gerealiseerd en daarmee hebben wij onze belofte ingelost. We hebben het land gered. Voor de regering was het een uitdaging om Suriname te krijgen op de plek waar het nu is, maar waarin de regering toch geslaagd is door middel van goed beleid, zegt de VHP-voorzitter. Dit is voor de samenleving genoeg bewijs om geloof te blijven hebben in de partij, meent Santokhi. Koers vasthouden. Ondanks alles, ondanks die kritiek, ondanks die aanvallen, omdat je weet. En meer wat gado moet pikken lekker nu, met brieven en mazara gado. Dat is een koers dat dat we naar gado ook charu en naar koers dat hij. En gado ook charu en naar bestemming dat hij. De VHP-voorzitter zegt dat het resultaat van de gebrachte offers in de komende periode zichtbaar zal zijn.